Harmi, dat gewone jongen zijn, dat zit hem ook in andere dingen. Je bent geen losbol. Je zit niet achter de vrouwen aan. Je bent niet aan de drugs of de drank. En je verschijnt altijd in een schoon hagelwit overhemd of t-shirt met spijkerbroek. Je bent vooral ook een mooi mens. Je zegt de slotparty op Ibiza af omdat een van je medewerkers in het ziekenhuis ligt. Je bent bij de geboorte van je zoon, maar je spoedt je ook naar een volgend optreden omdat je je fans niet wilt teleurstellen. Maar toch ben je niet geheel ongevaarlijk. Je verspreidt het virus. Nee, ik word niet ziek van je. Maar je bent wel door McAfee uitgeroepen tot de gevaarlijkste cyberberoemdheid van het jaar. Nog voor Caries van Houten en Zilti van de Vaart. En die hebben toch een realiteit. Dames en heren, Leiden is trots op zijn inwoner Armin van Buren, die wereldwijd zo'n enorme staat van dienst heeft. Hij heeft laten zien dat als je ergens in gelooft, dat als je je dromen echt wil waarmaken, dat je dan oneindig ver kunt komen. Ibiza, Washington, Atlanta, Leiden. Ja, Leiden is trots op Armin van Buren. Hij heeft eraan meegewerkt dat in 2011 het glazen huis naar Leiden kwam. En samen met al eerder genoemde optredens op Koninginnedag bewees hoezeer hij zich met Leiden verbonden voelt. En Leiden voelt dat die positieve energie van jou, Armin, uitstraalt op de hele stad. En daarom heeft het college het volgende besluit genomen. Overwegen dat meester Armin Jozef Jacobus Daniel van Buren, geboren te Leiden op 25 december 1976, sinds zijn doorbraak in 1999 grote bekendheid heeft verworven. Dat hij zijn rijke loopbaan is begonnen als DJ in de Leidse studentendiscotheek Nexus. Dat Armin van Buren zich met tomeloze inzet heeft ontwikkeld tot een discjockey met nationale en internationale uitstraling, die met zijn optredens een ongekende belangstelling en waardering heeft verworven bij een breed internationaal publiek. Dat hij als DJ, componist, producer van trance muziek, radioproducent en ondernemer een grote bijdrage levert aan de entertainmentindustrie en wordt beschouwd als een van de beste exportproducten van Nederland. Dat Armin van Buren inmiddels voor de vijfde keer is uitgeroepen tot de beste DJ ter wereld. Dat hij wat Leiden betreft heeft bijgedragen aan de succesvolle actie om in het jaar 2011 het project Het Glazen Huis naar Leiden te halen. Dat Armin van Buren zijn speciale band met de stad elk jaar vormgeeft door gratis voor de Leidse bevolking op te treden tijdens de festiviteiten op Koninginnedag, zoals Koningsdag over. Dat hij gezien het bovenstaande wordt beschouwd als een vooraanstaande inwoner van Leiden, waar de hele stad trots op is. Dat er deswege een aanleiding bestaat en de erewenning van de gemeente toe te kennen. Besluit ter gelegenheid van de viering van Leiden's ontzet 2013 aan meester AJJD Armin van Buren de erewenning van de gemeente Leiden in zilver toe te kennen was getekend. De burgemeester en secretaris in Leiden 2 oktober 2013. En morgen vroeg, na de partijen, zal onze stad bij je hier de muziek van jou ten gehoor brengen vanaf het karooi. Het woord is aan de voorzitter van de 3 oktober Vereniging Leiden, de heer Zonneveld.